Oké. Helemaal, ik ben Manny en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is een unboxing. Een tijdje geleden heb ik al wat vaker een unboxing gedaan. Nou ja, niet vaker, maar ik heb het al wel eens eerder gedaan. En dit keer heb ik weer een unboxing, want ik heb hier een envelopje. Ik heb namelijk iets opgestuurd gekregen van een webshop. Ik wil van tevoren wel eventjes zeggen dat ik voor deze video niet betaald heb gekregen. Wel heb ik de spulletjes die in deze envelop zitten gratis gekregen. Dus dat is natuurlijk super leuk, maar dan kan ik aan jullie dat weer laten zien. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Dus ja, als je benieuwd bent, blijf zeker eventjes kijken. Ik zal verder wel gewoon mijn eerlijke mening vertellen of het goede producten zijn of ik ze leuk vind of niet. En ja, dan gaan jullie het vanzelf zien. En ik zal later eventjes de kortingcode vertellen en ik zal hem eventjes in de beschrijving zetten. Dit is dus een pakketje van shissy.nl. En ik heb eventjes mijn adres afgeplakt, want slim hè. Ik wil geen stiekem stalkers. Maar ik volgde dit webshopje al een tijdje via Instagram. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe ik daarop ben gekomen. Maar ik volgde ze een tijdje. En toen hadden ze een oproepje geplaatst met welke YouTubers, bloggers of Instagrammers willen een samenwerking doen. En toen dacht ik, ja, ik volg ze al een tijdje. Ik heb een YouTube kanaal. Nou, superleuk. Dus toen kwam ik hier. En ik heb als goed is een paar dingetjes gekregen. Ik zal hem even proberen open te maken. Nou ja, het is gewoon een zo'n envelopje met van dat bubbeltjes plastic, weet je wel. Even kijken, ik zie een aantal kleurrijke dingetjes al zitten. Pizza! Dit is dus wat ik erin zie zitten. En dit is hier wel super leuk. Als eerste... Oh, ik zie een kaartje. Die zal ik eerst even kijken. Dit is denk ik een kaartje die gewoon bij elke bestelling zit. Zo'n visitekaartje eigenlijk. Ze hebben ook sinds kort een nieuw design. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Een heel leuk nieuw logo. Ik zit natuurlijk een grafische opleiding. Dus ik vind zulke dingen altijd heel leuk om te zien. Want sinds dat ik zo'n opleiding doe, dan let je daar gewoon automatisch op. Kleuren, vormgeving en zo. Ja, dat is. Maar ik vind het een leuk kleurtje, een leuke huisstijl. En dan ga ik als eerste even kijken naar dit telefoonhoesje. Dan hebben ze goede research gedaan. Want ik ben gek op pizza's. Zeg maar een paar dingen die wel eens vaak op mijn kanaal voorkomen zijn. Cactussen, pizza's, dingen. Ja, dat is gewoon iets waar ik van hou, wat ik leuk vind. En... eigenlijk moet je even kijken naar mijn telefoonhoesje. Deze heb ik ooit bij de Action gekocht. Was super leuk natuurlijk. Maar omdat je hem zo lang draagt, is hij eigenlijk heel viezig verkleurd. Ik wil er niet over nadenken, maar het is gebeurd. Hij is gewoon doorzichtig. Zo kun je mijn hoofd even lekker zien. En ja, als het goed is voor iPhone 6. Mag hopen, anders dan past hij niet. Dat zou een beetje jammer zijn. Yes, hij past. Wow, ik moet hier echt wel heel erg aan wennen. Ook sowieso omdat hier een popsocket op zat. Dus sowieso al wennen. En hij is een hele andere kleur meteen. Maar... ik vind het wel leuk. En het is ook wel een goed hoesje. Want ik hou wel echt van hoesjes die zeg maar boven je scherm uitkomen. Want anders vind ik het niet veilig voor mijn telefoon, zeg maar. En deze komt hier met zo'n randje boven mijn scherm uit. En hij beschermt aan de achterkant. Dus ik denk dat het op zich best wel een goed hoesje is. Je kan ook gewoon goed bij de knopjes. Leuk dit dus. Thanks. En dan zit er dus nog iets in. En dit is een roze zakje. Met een stickertje erop en er zo staat op thank you. Oh, en hier zitten allemaal gaatjes in. Ik denk dus dat er iets van oorbelletjes in zitten die hier misschien doorheen zijn gegaan. Of... ik weet het niet. Ze hebben verschillende dingetjes. En ik heb dus een 10% kortingcode voor jullie. Als ik het los ga krijgen. Oeh. Oké, wacht. Ik ga het niet allemaal in één keer uitschudden. Ik zal het eerst zo uitpakken. Als eerste zie ik oorbelletjes. Deze oorbelletjes. Dit zijn staafjes. En ik heb al een soort staafjes. Maar de staafjes die ik heb, die zijn plat. En dit zijn rondjes. Ik zal ook nog gewoon eventjes aan... kan je zeggen dat je oorbellen aan hebt? Of in foto's, video's laten zien. Oh, het gaat zo niet soepel, jongens. Maar ik zal het even laten zien. Dat vind ik heel erg schattig. Want het is toch weer anders dan degene die ik al heb. Die van mij zijn plat en dit zijn ronde. Altijd leuk, oorbellen. Want ik probeer steeds vaker oorbelletjes te dragen. Dus dat is wel heel erg leuk. Oh, dit is heel schattig. Kijk. Als ik hem ook krijg. Dit is zo'n pinnetje, zeg maar. Die je op een jasje of een tas of zo kan doen. En dit is dus een blauwe bes. Dit is dus best wel schattig. Oh, dit is heel schattig. Kijk hoe leuk dit is. Dit is een kettingje met een soort... ja, noem je dit dan een blaadje? Deze vind ik heel mooi. Zilverkleurig, want dat heb ik wel verteld. Ik hou meer van zilverkleurige sieraden dan van gouden. Want dat staat mij ook gewoon beter of zo. Ik weet niet waarom. Maar dit is heel schattig. Ik ben ook heel benieuwd hoe lang deze is.
Oh, hij ziet er vrij lang uit. Leuk, leuk. Ik zal wel even zo meteen een ander shirtje aan doen. En dan zal ik even close-up beelden laten zien. Want bij dit shirtje gaat het niet echt. Maar deze vind ik echt heel mooi. Ik denk dat dit zomaar eens een van mijn favoriete kettingjes kan gaan worden. En dan zie ik er nog één dingetje in zitten. En dit is een armbandje. Oeh. Dit zijn echt van die mooie subtiele armbandjes en sieraden. Dat vind ik altijd heel leuk. Ik hou ook altijd, nou ik hield ook al een tijdje echt van die statement kettingen. Wacht, ik ga er eentje halen. Want ik had ooit echt een mega kettingverslaving. En daarvan heb ik er ook nog superveel daarachter hangen. Ik zal een keertje een kettingencollectie doen. Dat gaat een lange video worden, want ik heb er echt heel erg veel. Maar ik was ook een tijdje dat die statement kettingen heel erg in waren. En toen was dit echt mijn favoriet. Echt super leuk. Dit is ook een heel mooi, dit is een armbandje. Niet ook dus, maar dit is een armbandje. Er zit een rondje op en staat op Inspire. Inspire? Spreek je dat zo uit? Ik denk het wel. Heel erg mooi. En oh, gelukkig kan je hem wel strakker doen, maar ik ben bang dat hij... Oh nee, ik kan dan alsnog niet af, gelukkig. Het is niet dat ik super dunne polsen heb, maar ik heb ook weer niet hele dikke. Goed verhaal. Het enige jammer is dat, ja, ik denk dat ik toch wel een dunne pols heb. Dat het armbandje, sowieso altijd dat het touwtje eronder hangt. Maar dat probleem kan je gewoon oplossen door het soort van dubbel eraan vast te maken. Dat doe ik zelf tenminste altijd. Misschien een lifehack voor jullie. Ik weet niet als het heel erg lang is. Maar ja, op zich hij valt in ieder geval niet af of zo. Maar ik, ja, het is wel als je hem zo doet naar beneden, dat hij dan hier echt op je pols hangt. Het kan dus liggen aan mijn pols. Het kan liggen aan dat het armbandje vrij groot is. Of het hoort gewoon zo. Ja, het is niet heel lelijk of zo. Maar het kan vervelend zitten. Verder vind ik hem wel heel erg schattig. Hij is subtiel, maar toch zit er nog meer een leuk rondje met een leuke tekst erop. En ik denk dat ik stiekem toch het meest blij ben met dit kettingtje. Want die is gewoon heel erg mooi subtiel. Maar het is toch een heel mooi... figuurtje eigenlijk. Echt heel erg schattig. De oorbelletjes. Ik voel ze eigenlijk ook helemaal niet zitten. Want je hebt wel eens oorbellen die je echt zo voelt zitten. Weet je wel. Dan voel je echt, oh ik heb oorbellen en het is vervelend. Maar nu is het gewoon mooie subtiele leuke oorbelletjes. Zo'n staafje. En ik voel ze eigenlijk gewoon helemaal niet. Dus dat is heel erg fijn. En het blijft ook goed zitten door de dopjes op de achterkant. Dat is prettig. Want anders loop je straks met één oorbel omdat er anders is uitgevallen. Dat wil je niet hebben natuurlijk. Deze... ga ik denk ik iets op mijn jasje spelden. Vind ik ook heel erg schattig. Leuk als extra, weet je wel. Zo'n subtiel, klein, extra leuk dingetje. En dan natuurlijk het telefoontje. Die ga ik nu meteen omhouden. Want het werd dus tijd voor een nieuwe in plaats van die viezere. Ja, maar dit past dus weer helemaal bij Mandy. Ik vond het echt super leuk. Als jij nu denkt, goh, weet je, ik wil misschien ook eens kijken op die webshop. Dat kan. Ik zal even in de beschrijving zetten en hij komt eventjes hier in beeld te staan. En als je eventueel iets zou willen kopen, dan heb ik ook nog een kortingscode. En die code moet je invullen als je gaat betalen. En dat is deze code, Mandy10. Dan krijg je 10% korting op je aankoop. En dat is natuurlijk altijd super fijn om korting te hebben, want we zijn niet Nederlanders. Ik wil een beetje spraakgebrek. We zijn Nederlanders en we willen natuurlijk altijd korting. Dus... nou, maak er zeker even gebruik van. Laat me even weten wat jij het leukst vond van deze unboxing. En of jij er ook iets gaat bestellen. Lijkt me leuk om te horen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei doei! Bedankt, Shizzy.